Het geneesmiddel van de week is apixaban. Apixaban is een direct werkend oraal antistollingsmiddel, ook wel DOAC genoemd. Apixaban is een reversibele, krachtige, directe en selectieve remmer van stollingsfactor 10a. Hierdoor remt apixaban de vorming van trombine en stolsels. Er is ook een filmpje over dabigatran. Ook dabigatran is een DOAC. Dabigatran is een remmer van trombine, terwijl apixaban factor 10a remt. Die factor 10a zie je in de naam apixaban mooi terug. Het routinematig screenen van het antistollende effect via de trombosedienst is voor DOAX niet geïndiceerd. Dit komt door de voorspelbare farmacokinetiek en relatief beperkte interacties met zowel geneesmiddelen als voeding. Dit maakt de DOAX ten opzichte van vitamine K-antagonisten gebruiksvriendelijker voor de patiënt. Apixerban kan gegeven worden voor verschillende indicaties. Ten eerste ter preventie van veneuze trombose na een electieve heup- of knievervangende operatie. Ten tweede ter preventie van tromboembolische complicaties van non valvulair atriumfibrilleren, zoals een CVA, bij hoogrisicopatiënten. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de chat vas score Ten derde Wordt apixaban ook therapeutisch gegeven bij een acute diepe veneuze trombose van een arm of been of bij een longembolie. De dosering is per indicatie verschillend. De precieze doseringen kan je opzoeken in het farmacotherapeutisch kompas. DOACs zoals apixaban worden dus voor verschillende indicaties gebruikt. Apixaban is echter niet geschikt om te geven aan patiënten met het antifosfolipidisch syndroom... en als prophylaxe voor trombose en strokes bij patiënten met een mechanische hartklep. De belangrijkste bijwerking van een DOAC is uiteraard bloeding. Daarom zijn er een aantal voorzorgsmaatregelen om die kans te verkleinen. Bij gebruik van apixaban moet de dosering verlaagd worden... bij patiënten met minstens twee van de volgende eigenschappen. Een leeftijd hoger dan 80 jaar lichaamsgewicht kleiner dan 60 kilogram, in verband met hogere kans op bloedingen. Een serum creatinine hoger dan 133 micromol per liter, omdat de plasmaconcentraties van apixaban hoger zijn bij patiënten met een ernstige nierinsufficientie. Voor apixaban is in april 2019 een specifiek antidotum geregistreerd, genaamd Andexanet-alpha. Andexanet-alpha is ook geregistreerd als antidotum voor Rivaroxaban. Een antidotum kan toegediend worden bij spoedeisende operaties, dringende ingrepen en levensbedreigende ongecontroleerde bloedingen. Ook al is er dus een specifiek antidotum voor apixaban beschikbaar, in de praktijk wordt meestal protrombinecomplex, ook wel bekend als COVAX, gegeven. Dit is namelijk goedkoper en makkelijker toepasbaar. Voor zowel het protrombinecomplex als andexanet alfa zijn er ook filmpjes gemaakt. Voor meer informatie over deze antidota wil ik je graag verwijzen naar deze filmpjes. Apixaban is een substraat voor CYP3A4 en P-glycoproteïne. Gelijktijdige toediening van geneesmiddelen die sterke remmers zijn van cyp 3 4 en p glycoproteïne wordt niet aanbevolen in verband met het mogelijk stijgen van de plasmaconcentratie van apixaban. Gelijktijdig gebruik van apixaban met sterke cyp 3 4 en p glycoproteïne inductoren kan leiden tot lagere concentraties van apixaban. In die gevallen is de keuze voor een vitamine K-antagonist veiliger. Samenvattend, apixaban is een reversibele en directe remmer van stollingsfactor 10A. Apixaban wordt ingezet bij zowel de preventie van trombose en tromboembolische complicaties als bij de therapeutische behandeling van een reeds ontstaande trombose of longembolie. Voor apixaban is er sinds april 2019 een specifiek antidotum beschikbaar, genaamd Andexanet-alpha. Echter wordt er in de praktijk meestal protrombinecomplex gebruikt. Apixaban is een substraat voor CYP3A4 en P-glycoproteïne. Let daarom op geneesmiddelinteracties.